Nee! Hou op! Morpeko sloopt mijn seismitoad in één keer. Doe eens even normaal, joh. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we spelen een Pokémon Water Only Challenge. En daar zijn we bijna klaar mee, want ja, dit is de laatste stad, jongens, die we moeten ontdekken. Hier gaat het allemaal gebeuren, de Pokémon kampioenschappen. Maar voordat dat echt helemaal gaat gebeuren, komt er nog van alles. Dus er komen nog wel meer afleveringen dan alleen deze aflevering. Maar we zijn er, jongens, samen met Hoppy. En we knallen keihard door naar het stadion. Die ligt daar ergens in de verte. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat zou nou eigenlijk de moeilijkste Monotype Challenge zijn? We hebben natuurlijk al vuur gedaan, nu doen we water. Ik heb volgens mij deze vraag wel eens eerder gesteld en Bug lijkt me nog wel een moeilijke. Daar komen jullie ook altijd mee dat Bug wel lastig is. Maar Ghost, jongens. Volgens mij met Ghost, dat kom je ook niet heel ver, hoor. Met alleen maar spook-Pokémon. Anyway, daar gaan we, jongens. De Pokémon kampioenschappen staan op het punt van beginnen. En we hebben ons waterteam dus bij ons. Met Inteleon, Lantern, Seismitoad, Toxapex, Octillery en Gyarados. Let's go. De eerste tegenstander is Marnie. Let's go, Marnie. Let's do this battle. Ik ben wel benieuwd naar het level van jouw Pokémon. Want ik heb niet getraind van tevoren. Dus we gaan het wel zien. Ik hoop niet dat ze gelijk allemaal level 55 Pokémon bij haar heeft. Want dat zou niet chill zijn. Ze begint in ieder geval met Leopard. En ik begin met Gyarados. Oké, die Leopard is maar level 47. Dus dat valt best wel mee. Ik ben level 48. Ik ben zelfs een leveltje hoger. Dus oké. Let's go. Dit zou moeten kunnen. Wij gaan lekker keihard water vallen. Nog ineens super. Perfective, maar die waterval van Gyarados is zo te sterk eigenlijk. Dan nu, Morpeko. Dan kies ik voor jou, Smeagol, mijn Seismitoad. Let's go for Drain Punch. Oeh, Bullet Seed. Oké, dat is zo niet relaxed. Wil je me alsjeblieft niet 5 keer gaan raken, want dan ben ik gelijk down. Wil je me alsjeblieft ook niet 4 keer gaan raken, want dan ben ik Seismitoad ook kwijt. Nee, hou op. Morpeko sloopt mijn Seismitoad in één keer. Doe eens even normaal, joh. Dude, Morpeko, wat ben je aan het doen? Ik denk serieus dat hij mijn Reptile ook kan slopen. Hoor. Ik ben wel sneller. Ik heb expres voor een snelle Pokémon gekozen nu. Die een hele sterke aanval heeft. Ik hoop dat ik een one-shot. Nee! Ja, hij houdt 1 HP over. Oké. Gelukkig doet hij niet die Bullet Seed nu. Marnie, wat ben je aan het doen? Ah, je gaat voor een Full Restore. Serieus? Ja, dit betekent gewoon dat mijn Reptile ook gesloopt wordt. Wat doet hij nou? Marnie, kappen nou. Dit is niet chill. Dit ben ik niet gewend. 2 van mijn sterkste Pokémon gewoon gesloopt. Oké, let's go. Pin Missile. Die is super effective. Hopelijk raak ik hem nu ook gewoon 5 keer of zo. Dan slopen we die Morpeko nu ook in 1 keer. 3. Dan gooi ik nu even een Toxic Spikes. Zodat alle tegenstanders die nu in de battle komen gewoon lekker poisoned worden. Hoppakee, hebben we dat ook gedaan? Want Morpeko heeft net Torment gedaan. Maar dat betekent dat ik niet 2 keer achter elkaar dezelfde move kan gebruiken. Dus ik kon niet nog een keer pin missen. Al doen en ik doe de verkeerde move. Ook dat nog. Hopelijk overleef. Ja, ik overleef het wel. Ik doe liquidation. Die wou ik helemaal niet doen. Oké, maar gelukkig is Morpeko wel down nu. Oké, het staat nu 2-2, maar technisch gezien is mijn Toxapex ook al bijna down. Marnie gaat nu voor Scrafty. Daar heb ik altijd wel wat moeite mee. Scrafty is nu poisoned, dus dat is chill. En Hurricane is super effective. Al, ja, Hurricane, ik weet niet, het is een normal attack move. Dat is niet zo super sterk bij Gyarados. Bij Gyarados. Ik word er gewoon zenuwachtig van. Maar die begint me gewoon zenuwachtig te maken, joh. Ik mis ook mijn aanval. Alles gaat fout. Ik ben nu confused met Gyarados. Ja hoor. Alsjeblieft, maak die Scrafty gewoon kapot. Gelukkig. Scrafty is ook kapot, jongens. Oh, jongen. Maar dit is zo niet chill. Want nu kan ik Jennifer eigenlijk ook al niet meer inzetten. Want die is confused. Dus dat schiet ook niet. Oké, nu is het de beurt aan Davy Jones. We gaan gewoon iedereen gebruiken in deze battle met Marnie, volgens mij. Oké, Toxicroak. Toxicroak elimineert gewoon dat mijn tegenstanders poisoned raken. Dus wat een battle, jongen. Oh, nee. Nee, Toxicroak gaat me ook confusen. Ik word hier helemaal kapot gemaakt eigenlijk, joh. Gelukkig gebruik ik wel gewoon Psybeam en raak ik mezelf er niet mee. Toxicroak heeft nog 1 HP over of zo. Dan nu een Sucker Punch op mijn bakkes. Ik ben dus confused. En ik sla mezelf. Ja, nice. Nou, dan gaan we morgen gewoon potions gebruiken op Davy Jones. Net zolang tot ik niet meer confused ben. Oké, zijn Sucker Punch raakt mij nu niet. Omdat ik dus gewoon een healing item gebruik. Dus dat is nice. En nu raakt hij mij weer wel. Hopelijk raak ik hem nu ook. Oké, ik raak hem nu ook. Psybeam en Toxicroak is ook down. Marnie heeft nog 1 Pokémon over, jongens.
En bij mij is alleen Thor nog volledig levend. De rest hebben allemaal problemen. Oké, guys, ik ga Thor eens eventjes inzetten. Oh, ik ben wel benieuwd welke moves die allemaal heeft, hoor. Ik ga gewoon even stockpilen. Ik ga denk ik mezelf even verdedigen. Ik denk dat dat nodig is op dit moment. Terwijl Marnie gaat Dynamaxen, jongens. Daar is die. De G-Max Grimmsnarl. Ik denk dat wij te traag zijn. Nee, oké, wij zijn sneller. Nice. Stokpaal, helemaal nice. Oké, mijn defense en alles is omhoog. Lekker. En hij gebruikt G-Max Snoo. Oké. Ik gebruik wel gewoon even een Max Revive op Smeagol, want dat hebben we nodig nu op dit moment. Lantern gaat dit allemaal niet overleven. Ik heb gewoon nog de verkeerde ook gemax revived. Oh, waar ben ik nou mee bezig? Ik heb Poison Type moves nodig. En Seismitoad, die heeft geen Poison Type moves meer, want daar heb ik nu Toxic Packs voor natuurlijk. Nou, in ieder geval, ik maak er maar gewoon even een gigantische pad van. Max Quake. Die gaat ongetwijfeld gewoon pijn doen, toch? Een derde van zijn HP, dat kan beter. Maar ik boost wel mijn special defense, dus dat is chill. Daar komt weer een G-Max Snooze op mijn hoofd. Kijk hoeveel pijn dat doet. Waarom doet dat zoveel pijn? Ik ga daar ook nog gewoon van in slaap vallen straks, hè. Hoppakee. Laten we nu dan maar de water aanval doen. Max Gazer. Doet hij meer pijn? Oh, hij houdt weer 1 HP over. Oh ja, hij sloopt zichzelf. Want ik heb een Rocky helmet. Lekker bezig, Grimmsnarl. Dat was hem. We winnen deze battle toch nog. Marnie, wat ben je beter geworden, man. Dit is niet normaal, joh, met die Marnie. Ik weet niet wat die allemaal aan het doen is. Maar die heeft gewoon even mijn halve team gewiped hier, jongen. Oké, die hebben we overleefd. Door naar de volgende battle. En dat is de battle tegen mijn grote vriend en rivaal. Hoppie! We hebben hem tot nu toe elke keer kunnen verslaan. Hopelijk gaan we hem nu ook verslaan. En ik wist dat hij met een dubbeltje zou beginnen. Hij begint namelijk altijd met een dubbel. En daarom ga ik Drain Punch doen op dubbel. Terwijl dubbel wel sneller is. Hij begint met een Body Slam. Ik hoop niet dat ik geparalyzed ben. Nee, dat ben ik niet. Hij heeft wel pijn door de Rocky Helmet. Mijn favoriete itempie. En dubbel, ja, die gaat langzamer aan het kapot, hoor. Hoppa! Krijgen wij weer HP'tjes terug. En is dubbel ook nog even gepoisoned. Oké, dit is een prima begin. Maar Hoppie gebruikt even een full restore. Dus we kunnen weer gewoon opnieuw beginnen. Daar komt hij weer hoor, met zijn body slam. Ja, en nu ben ik wel paralyzed. Ja hoor, tuurlijk ben ik nu wel paralyzed. Maar oké, we hebben er geen last van. Ik kan hem kapot maken. Dubbel is verslagen. Seismitoad is paralyzed. Door naar de volgende Pokémon. Oh, en dat is Snorlax. Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon doorgaan met die Drain Punch. En oké, dat lukt ook. Nice. Snorlax die zorgt de laatste wel echt voor problemen trouwens, jongen. Hier doet hij Hammer Arm, wat betekent dat zijn snelheid omlaag gaat en dat hij ook wat damage pakt. Dan doet hij nog een keer Hammer Arm. Ik hoop niet dat hij straks gaat resten. Want dan kunnen we echt weer van voren af aan beginnen. Nee hoor, hoppakee. Drain Punchy en ook Snorlax is verslagen door deze baas. Door Seismitoad. Lekker Seismitoadje. Goed bezig man. Je hebt gewoon even zo bam alvast 2 Pokémon van Hoppie gesloopt. Wegwezen. De ring uit. Davy Jones en Jennifer. Een leveltje omhoog. En dan krijgen we nu te maken met Corviknight. Ja, eigenlijk moeten we dan nog steeds gewoon dezelfde Pokémon blijven gebruiken. Dacht ik. Want ik dacht dat Drain Punch super effective was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Omdat Corviknight tegelijkertijd ook een flying type Pokémon is. Terwijl Corviknight lekker aan het drill packen is. Zichzelf daarmee wel voor de helft al sloopt. Ik toch wel even een Drain Punch hier kan doen. En dat doet niet zo heel veel pijn. Misschien is het wel eens eventjes tijd voor Thor. Kijk, drill pack dat doet niet zo heel veel pijn. Helemaal relaxed. Dan kunnen wij even lekker dischargen. En dat gaat hem wel heel veel pijn doen. Bye bye Corviknight. Oké, Hoppie gaat tot nu toe beter dan Marnie. Hoor jongens. Thor gaat naar leveltje 48 gelijk. Die wil takedown leren. Dat hoeft niet van mij. En dan krijgen we nu Pincharging. En wij switchen naar Davy Jones. Laten we eens even lekker gaan icebeamen. Hoppa. Dat ziet er altijd wel leuk uit. Pincharging gaat lekker cursen. En die boost daarmee zijn attack en zijn defense. Maar ja, wij doen volgens mij een special attack als ik het goed heb. Ja. Dat kan je wel zien. Oh, Thunderbolt gaat pijn doen op Davy Jones. Hopelijk kunnen we hem finishen met deze derde Ice Beam, want anders dan ben ik kapot. Nee hoor, hoppakee. Pinchurchin is ook down. Dit gaat helemaal volgens plan. Lekker hoor. Nu komt hij met zijn Cinderace. En dan kom ik natuurlijk met mijn Reptile. Let's go. Battle of the Giants. Daar is hij hoor. De Duracell batterij konijn. Dynamaxen. Max Gazer erop. En hopelijk is het dan in één keer klaar. Lippakee. Ja hoor. Ja hoor. Lekker. En ook Cinderace. Is kapot. Conclusie. Marnie is een veel betere trainer dan Hop. De volgende keer gaan we weer verder. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!